Vandaag is zaterdag. Ik ben even langs mijn tante. En kijk wat ze heeft gehaald. Vet groot zwembad. Yay. Nou, vandaag niet zo heel veel doen. Een beetje boodschappen doen. Oh, en ik ga vanavond dus pasta... Pasta... Carbonara. Zelf maken. Dus dat... Ga je mij helpen, Ruben? Ik denk dat hij dat zeker wel doet. Dan heeft hij tenminste wat eten. Met pasta maken. Oh. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Nou, dat gaan we dus doen. Nou, ciao! Hey, it's filling! Woe! Zippen! Hond hoort helemaal naar. Wat? Oh! Yo. Oh, ik word nat! Wat een leuk filmpje dit! Hallo! Oké, Fonsie houdt gewoon water. Okay, zipper! Ik heb oh, die kleine daar. Oh my god! Oh, oh, lukt dat? Oh my god! Oh my god! We zijn naar binnen. Bye! Oh, kom maar, kom maar, kom maar. Oké, okay, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Ik wil vasthouden, wil je vasthouden? Ah! Mijn vingers! Hier, hou vast. Ik ben haar andere nicht. Oh, wat erg. Nou, dit is opa. Hoi opa. Excuse me. Oh, wat zei je? Wat interesseert opa dan nou? Die is van Ruben. Eeuw, gasser. Mijn haar ziet er echt nasty uit op haar. Hoezo? Dat is nat. Ja. Nou, oké. Okay, opa wil niet. Dat interesseert hem dus goed, niks, dit. Nou, dankjewel, opa. Ja. Top. Top. Oké, dat was een leuke bezigheid. Nou, zoveel water zit er dus in. Ongeveer de telefoon vallen. Zal maar gebeuren, hè? Stopt er maar hier. Nou, dat laagje. Nou, helemaal niks. Maar het gaat wel sneller dan verwacht. Doe eens niet. En ja, nou, dit wordt een tussendoor vlog. Vlog 8. Dat ik daar zin in had. Die broek, opa had er last van. En nou, dit is mijn papa. Ja, daar schrik je wel even van. Nou, doei! Nou, vandaag gaan we een spaghetti carbonara eten. Ik heb het uitgeprint. Nou ja, mijn nichtje. Oké, kijk wat ze heeft gedaan. Random pagina ertussen. Crush van vroeger. Ah, leuk man. Oké. Okay. Water aan de kook. Oké, een beetje zout doe ik erbij. Waar is mijn zout? Zo, en ik doe er wat olie bij. Oké. Nou, en als dat kookt, doe ik de spaghetti erin. Let gewoon eens niet op mijn lippenstiftvlek. Excuses. Even kijken wat er dan. Dan bak ik de spekblokjes. En ik heb er ook handblokjes bij, want dat vind ik wel lekker. Knoflookje erbij.
Parmezaanse kaas moet ik samen met de eieren doen. Nou, komt bij mijn hoed. Ik ga me net nu eerst even zorgen dat het water kookt. Ja, het water kookt. Hier zit 500 gram in en ik heb 300 gram spaghetti nodig. Ik kan dat niet afwegen, dus ik pak dit. Ik weet niet of ik het moet breken of dat het langzaam dan gewoon erin slinkt. Lijkt me wel toch. Dus leg je dit er gewoon in. Het zal vast goed gaan. Oké. Okay. What do I have to do? What do I... Elke keer die foto. Zo grappig. Bak de spekblokjes in 6 minuten. Knapperig. Ik weet niet of ik daar boter in moet doen of zo, maar ik zal wel een beetje boter doen. Oh, het gaat helemaal naar beneden. Grappig. Oké. Knoflook. Ik heb ook een teentje knoflook nodig. Nou, die moeten we even snijden. Oh nee! Ik breek alles! Oh nee! Alles is stuk! Kijk! Nou, het ligt overal. Nou, dit ruim ik straks allemaal wel op. Wat balen. Oké, de spekblokjes. En ik doe er wat handdoekjes bij. Oh, het is echt overal nu. Ja, wat baal ik. Nou. Het ziet er echt uit veel uit, man. Ja, dus stond ook een recept voor 4 personen. Ik zal wel even wat zachter doen. Mijn god. Nou, ik ga de knoflook weer even snel snijden. Wordt straks lekker schoonmaken hier. Verdorie. Kan ook nooit gaan, hè, zoals ik het wil. Knoflookje.
Heerlijk. Heerlijk. Nou, dit is dus al dat steen, denk ik. En hier ligt, niet letten op de troep, ook alles stuk. Daar ligt nog wat. Ja, balen dit. Echt balen. Ik hoop niet dat ik, kan er denk ik wel in staan, het is toch steen. Oh, dat wordt zo lekker opruimen. Ah. Oké. Oké, die spaghetti moest even kijken. 7 tot 9 minuten en de spek is 6 minuten. Oké, dus ik moet de knoflook niet mee bakken. Oh ja, ik moest Parmezaanse kaas hebben. Heb ik gewoon de verkeerde kaas. Oh, ik ga even mijn kaas pakken, ben ik vergeten. Ik moest dus Parmezaanse kaas hebben, maar ik heb deze kaas gehaald. Want ik dacht dat dit Parmezaanse kaas was, maar dit blijkt dus niet te zijn, zei mijn tante. Maar dit is goed genoeg voor de spaghetti, dus deze gaat erin. Jezus, wat lijkt mijn dikke lip hier al. Ze zijn niet zo heel dik hoor. Dat komt gewoon omdat ik nu, zie je? Omdat ik nu zo sta. Maar oké, deze gaat straks bij in. Oké, afgeleid. Maar dat kan ik alvast wel doen. Dus er moest 80 gram van die Parmezaanse kaas in een bol. Prachtig. En dan, dat is wel een beetje veel. Moet ik er 4 eieren bij doen? En klopt die dan vervolgens door elkaar? Sorry, jullie stonden op mijn eieren, dus ik moest het even zo doen. 4 eieren bij. 1. Lekker bij de troep. 2. Oké, de spekjes kunnen uit. Die moesten uit, toch? Ja, en dan moet er knoflook erbij. En dan eventjes doorrollen. Oké, nou, zo ziet mijn
mengsel met kaas eruit. Ja, heel vies. Even kijken. Even kijken of mijn spaghetti klaar zou zijn. Klaar. Nu moet ik een kommetje met de kookvocht eruit halen. Nou, kookvocht. En nu mag ik hem afgieten. Even een deksel zoeken. Veel te groot. Zo. Eventjes afgieten. Oh, chips. Oké. Doe. Oké, hoe moet ik dan? Doe de spaghetti bij de spekjes in de pan. Nou, dat gaat niet passen, dus ik moet het anders doen. Deze bij de spaghetti in de pan. Eetlepels van die kookvocht. Klein beetje. Toe. En roer weer door. Meng vervolgens al roerend het mengsel door de hete spaghetti. Door de warmte van de pasta stolt het ei in de sluis. Oh, roer. Dat is wel heel grappig om te zien. Dat het zo verandert. Oké. Verdeel de pasta. En gooi de laatste parmezaanse kaas over. Oh, wat een rommel. Wat een rommel, wat een rommel. Nou, alles weg. Bordjes. Nou, het ziet er wel echt goed uit hoor.
beetje spikkies bij. En voilà. Dit is hoe het eruit ziet. Ben benieuwd. Ben best wel snel klaar. Beetje van die kaas nog overheen gloren. Nou. Ziet er heerlijk uit. Ben benieuwd. Maar ik denk dat het wel geslaagd was. Ondanks dat ik alles brak. Dus lekker, lekker, lekker. Ik ga het zo even proeven. Ik ga het nu proberen. Ben benieuwd. Ik vind het altijd zo moeilijk om te eten. Vooral voor beeld. Het smaakt echt naar pasta carbonara. Het is echt heel lekker. Oké. Deze was geslaagd. Nou, dank voor het kijken. Geef het een like. En als je dit ziet, abonneer mij. En zie je bij vlog 9. Bye!